Dat valt nou eigenlijk wel mee. Het is, dat hangt er eigenlijk vanaf. Ja, meestal, ik heb het zeg maar zo ingepland, want je kunt in je tweede jaar, ja, je eerste jaar wordt gewoon alles voor jou ingedeeld dan. Maar in je tweede jaar mag je zelf kiezen wanneer je zeg maar je colleges wil hebben. Dus als je daar dan op tijd bij bent, dan was het, dit jaar was het ergens midden in de grote vakantie, om 4 augustus of zo, om 4 uur 's middags. En dan moest je ineens als een gek iedereen achter zijn computer, ik zat toen midden in Parijs, moest iedereen achter zijn computer gaan, oh, dan. Want je wil natuurlijk zo compact mogelijk rooster. Maar als je wil, dan kun je gewoon iedere dag één of twee lesjes hebben. Je kunt ook zoals ik heb gedaan. Dus bijvoorbeeld op donderdag heb ik heel veel lessen, nou, toevallig. Maar op woensdag en op vrijdag ben ik vrij. Dus ik heb op maandag had ik er altijd maar 2. Op dinsdag had ik er 1, maar die was telkens om en om. Dus ja, dan had je nog nooit echt een drukke dag. Op woensdag was ik vrij. Op donderdag had ik er dan 4 achter elkaar. Dat dan weer wel. Maar ja, en dan vrijdag... Ja, had ik dan toch ook weer vrij, dus ja, dan heb je op donderdag evenveel. Maar dan kun je dus eigenlijk heel erg zelf indelen, hoe dat je dat zelf wil. En ik moet niet zeggen dat je echt belachelijk veel colleges hebt, want sommige vakken beginnen pas halverwege het semester. Of het duren maar een half semester of zo. En ja, dat is van rechtsfilosofie, zijn er nou bijvoorbeeld heel veel colleges, hebben er echt een stuk of 12 geloof ik. Maar ja, die man die herhaalt ook heel veel. Die probeert het gewoon heel erg uitgebreid les te geven en zo. Dus dan kun je wel zeggen van, goh, 12 colleges. Maar ja, je zit daar, je gaat lekker achterover hangen. Je luistert gewoon naar wat die man te vertellen heeft. Je kopieert zijn sheets en je bent klaar. Het is niet dat je er echt zit te pennen. Terwijl dat er bijvoorbeeld voor colleges zullen zijn waarvan we veel minder lessen hebben. Waar je echt gewoon op het tippen van je stoel zit van, oh nee, oh, dit en dit en dit. En dat je er eigenlijk gewoon helemaal niks van snapt. Dus ja... Het valt dan best wel mee. Het is niet, je kunt er makkelijk een bijbaantje naast hebben. Dat sowieso. Dat is zeker geen probleem. Je kunt ook makkelijk uitgaan. Ja, zeker zoals ik het doe. Want ik ben donderdagmiddag om 4:30 al klaar. Oog uit. Nu ben ik zelfs om 11:30 al klaar. Maar ik wil maar zeggen, je hebt echt wel een weekend. Ik bedoel, ook als je een vriend hebt en graag sociale contacten. Dat kan allemaal echt wel hoor. Maar ja, je wordt natuurlijk ook al van je geacht dat je veel thuis doet. Dus je moet het wel goed plannen. Dat is ook trouwens wel een heel belangrijk punt voor rechtsstudenten. Dat je goed kunt plannen, vind ik. Voor mijn persoonlijke situatie wel dan.